Maar nu hebben we Eline. En Eline komt nu met haar boek op de kruk zitten. Oh, leuk. Kijk. Kijk. En ze komt net van de kermis af. Kan je het zien? Hallo. Kijk, dit is de kermissfeer waar we naar op zoek waren. Hallo. Hallo. Hoi, Eline, Mark. Eline. Hallo. Hi. Eline. Dag, Eline. Kijk, perfect. Ja. Als je nog een tompoes wil, ze staan klaar. Ja. Hoe was het in de kermis? Hoe was de sfeer? Ik moet even bijkomen, want ik kom net uit de soundmachine. Oh, de koptelefoon. Ja. Zo, jij komt uit de soundmachine? Ja, dat is die attractie die daar staat. Met al die armen, zeg maar, die dan zo heel hard rondgaan. Dus ik moet nog even bijkomen. Maar... Nou, ik ga lekker zitten, land even. Ja. En even doorademen of zo. Ja, precies. Maar sowieso heel leuk dat je er bent. Ja. En hij valt nu net op de grond. Ja. Maar we zitten hier natuurlijk ook niet alleen omdat je kermisbezoeker bent. Maar ook omdat jij een boek uit hebt. Ja, klopt. En gezien het thema van de dag schoof jij ook aan vandaag in deze uitzending. Ja. Wil jij vertellen waar jouw kersverse boek over gaat? Ja, dit is mijn boek. Het heet Vrouwen versieren voor vrouwen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk precies wat het is. Het is eigenlijk een praktische gids voor vrouwen die beter willen worden in flirten, versieren en daten met vrouwen. Aha. Is dat anders dan... Nou moet je me even... Ik ga proberen nu even... Ik denk dat ik je kan helpen. Ja, doe maar. Doe maar. Als mannen hetero vrouwen willen versieren, werkt dat anders dan wat bijvoorbeeld... Dat was wat ik wilde vragen. Een lesbische vrouw een andere lesbische vrouw wil versieren. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat 80% van het boek ook relevant is voor hetero mannen. Dus hoe je een vrouw versiert is natuurlijk relevant voor vrouwen die vrouwen willen versieren en voor mannen die vrouwen willen versieren. Ja. En over 20% van het boek gaat eigenlijk over hoe doe je dat nou specifiek als vrouw als je op een vrouw afstapt. Mm-hmm. Dus hoe herken je nou of een vrouw op vrouwen valt? Hoe zorg je nou dat het niet te snel vriendschappelijk wordt? Want dat risico heb je natuurlijk als je als vrouw op een vrouw afstapt. Mm-hmm. Dus daar gaat de andere 20% over. En ik heb vooral geschreven dat er heel veel boeken bestaan al voor mannen die vrouwen willen versieren. Ja. Of vrouwen die mannen willen versieren. Maar nog niet voor vrouwen die... Echt nergens. Vrouwen... Nee, ik kon het nergens vinden. In de wereld? Niet dat ik weet. Wow. Ja, er zijn wel boeken, zeg maar, die gaan over hoe je als vrouw seks kan hebben met een vrouw. En er staat er soms wel een paragraafje in over versieren, maar niet echt iets substantieels. Maar nou wil ik wel het geheim weten. Want wat is nou het verschil tussen als ik een vrouw zou zijn en ik zou een andere vrouw willen versieren? Ja. Of ik ben een man en ik wil een vrouw versieren. Wat is nou het verschil? Nou, daar... De vijf bullets. Nou, daartussen is het verschil niet eens zo groot. Het grootste verschil is eigenlijk als vrouw zijnde, als je versierd wil worden door een man of door een vrouw. Want als je even kijkt naar de traditionele heteroverdeling, dan zijn mannen vaak meer de initiatiefnemers. Ja. En vrouwen meer degene die versierd worden. Hè, tegenwoordig is dat wel, verschuift dat wel wat. Maar in mijn geval... Ik zie hier iemand die hard ja knikt. Oh nee, ik knikte niet. Ik was nee? Iemand die ja knikt, ja. Traditioneel gezien is dat wel een beetje zo dat een man meer initiatief neemt en een vrouw iets afwachtender is. Tegenwoordig is het gelukkig wel wat verschoven. Ja. Godzijdank. Godzijdank, ja. Inderdaad. Maar vrouwen zijn over het algemeen wel iets afwachtender, nog steeds. Hmm. En als je zeg maar twee vrouwen hebt die samen zijn en die elkaar leuk vinden, dan gaan ze het vaak toch allebei afwachten. Ja, dan gebeurt er niks, hè? En dan gebeurt er dus niks. Nee, precies. Gebeurt er niks, Henk. Nee, dan gebeurt er niks. Nee. Maar nu krijgen we de goede tips. Ja. Nou ja, ik ben wanneer gebeurt er wel wat? Vrouwen zitten te luisteren en die gaan vanavond nog de stad in. Ja. Wat zijn, zonder dat je heel je boek meteen weggeeft, want ze moeten het ook gewoon kopen, lezen en lenen bij de bibliotheek. Ja, niemand moet iets, maar het zou wel leuk zijn. Het zou leuk zijn, Wat zijn dingen die je toch een beetje het tipje van de sluier op kunnen lichten waar ze vanavond meteen iets aan hebben? Stap 1 is gewoon initiatief nemen. Okay. Dus niet afwachten, zoals veel vrouwen doen, maar echt initiatief nemen. Stap gewoon op iemand af. Geef een compliment. Oh, geef een compliment. Bijvoorbeeld. Ja, meteen, Of stel je gewoon voor. Je moet het ook niet ingewikkeld maken. Hè. Gewoon jezelf voorstellen, een praatje maken, een beetje interesse tonen. Mensen denken er ook allemaal veel te moeilijk over. Maar gewoon een beetje sociale interactie is eigenlijk gewoon stap 1. Dan hebben we dat gedaan. En dan? Ja, en dan? Nou ja, kijk, ik denk misschien een stap daarvoor. Wat ik toevallig heb gemerkt is, als je een beetje opvallende kleding aantrekt, zoals ik toevallig vandaag aan heb, dan merk je vaak dat je vaak al aangesproken wordt door iemand. Dus dan heb je al een soort van... Ja. Dan is de aanspreekdrempel al weg. Dan heb je al een contactje. Wat ik zelf ook leuk vind om te doen... ik ben hier toevallig met mijn vriendin. Waar staat ze? Hier achter je foto's te nemen. Ja, die heeft een enorme berg met glitter bij zich. Wij vinden het altijd leuk om andere mensen ook van glitter te voorzien. En dat is een hele leuke manier eigenlijk om... Hè, dan versier je dus letterlijk een vrouw. En dan plak je er wat glitter op. Maar dat is een hele leuke manier om laagdrempelig contact te maken. En lijkt leuke interactie. Heb je gelijk een leuk gesprekje. En dan kan je eventueel
Dat is ook een goede openingszin. Hè? Als je dan die glitters hebt, mag ik jou versieren? Nou, bijvoorbeeld. Kijk, dan, ja. Hey, en is het allemaal theorie of heb je het zelf ook in de praktijk gebracht? Nee, het is allemaal wel praktijkervaring. Heel goed. Voor 90%, nice. Zeg maar. Ja. En jij dacht, ik doe dat dus blijkbaar anders dan de meeste vrouwen, dus ik schrijf er even een boek over, want ik snap het wel. Nou ja, er zijn natuurlijk wel meer. Ik ben niet de allerbeste versierder ooit in Nederland. Mag je wel zeggen hoor, mag je wel zeggen. Dus, ik ben wel toevallig de enige die er boek over heeft. Ja, precies. Ja. Nou, dus op zich kom je erbij. Het is wel wat wij gehoord hebben, dat jij de allerbeste versierder ooit in Nederland bent. Oh jee, nou dan ga ik maar weer. Nou ben ik van nature een heel positief mens en ik heb bijna nooit negatieve vragen. Maar ik zit nu ineens met een negatieve vraag. Oh jee. Wat is wat je absoluut niet moet doen? Wat is not done als je iemand wilt versieren? Ik zou een beetje wegblijven van de standaard openingszinnen die iedereen altijd gebruikt. Of de standaard complimenten. Dus de zin, kom je hier vaker? Ken ik jou van dansles? Kennen we elkaar van dansles? Zit daar nog verschil in tussen hetero's en in dit geval lesbische vrouwen? De letterlijke tekst van een openingszin? Nee, maakt niet zoveel uit. Iedereen ik zou als man ook niet zo snel zeggen, kom je hier vaker? Nee. Nee, ik merk ook dat ik ook goed luister naar jouw tips. Ik denk, ik heb het nog nooit gevraagd, kom je hier vaker? Ik heb het, ik zweer het, je hebt het nooit gevraagd. Nee, nou ja, misschien... Andere die absoluut niet kan, wat is het? Ja, de standaard complimenten zou ik ook van wegblijven. Dus mooie ogen, aan de ene kant klinkt het heel mooi, maar het is ook een beetje cliché en standaard. Of, je komt vast uit Griekenland, want daar komen alle gewoondidden vandaan. Dat soort afgezaagde versierzinnen zou ik een beetje van wegblijven. Ja. Ja. En te hard en te direct, dat is ook... Ik denk dat vrouwen dat niet zo snel doen. Ik denk dat mannen soms te snel en te direct zijn, maar dat mannen juist die wel... zijn al een stuk verder. Dat vrouwen juist wel wat directer mogen zijn. Ja. En kijk, als je als vrouw aan een andere vrouw vraagt, heb je zin om een keer wat te gaan drinken met me? Dan denkt die vrouw, oh leuk, een nieuwe vriendin. Ja. Dus dan moet je echt heel duidelijk zijn dat je met haar op date wil. En niet dat je een vriendschappelijk theekransje wil gaan hebben. Nee. Dus... dat doe je door van tevoren heel erg duidelijk te flirten. Duidelijk te laten weten dat je haar leuk vindt. En desnoods vraag je letterlijk, wil je met mij op date? Als het dan nog steeds niet duidelijk is. Ja. En staat er iets in het boek over een mogelijke afwijzing? Want dat is waarschijnlijk waar de angst ook vandaan komt. Klopt. Om niet per se heel direct te willen zijn. Ik denk dat heel veel vrouwen geen vrouwen durven aanspreken. Omdat ze bang zijn dat die vrouw dan bang zijn dat die vrouw op mannen valt. Mm-hmm. Dat ze hetero is. Mijn tip is, doe als aanname dat alle vrouwen op vrouwen vallen. En ga er gewoon voor, want je kan het toch niet zien. En dan merk je het wel. Zien. En ja, ik heb natuurlijk vaak zat vrouwen benaderd die dan toch hetero waren. Maar ja, 9 van de 10 keer gevallen krijg je dan te horen van... oh, dankjewel voor het compliment. Ik ben nooit door een vrouw benaderd. Ja. Oh, wat leuk. Ja. En ik ben hetero, maar ik vind je wel een mooie vrouw of een leuke vrouw. Ik vind het stoer van je. Ja. Dus ook als je afgewezen wordt, is het eigenlijk helemaal niet zo erg. En dat is meestal bij mannen ook zo. Ik heb het ook wel eens per ongeluk gedaan... dat ik dan een hetero probeerde te versieren. En die was ook blij met het compliment. Ja, meestal is dat zo. En nou ja, misschien 1 op de 100 keer gebeurt het een keer. Ze zegt, nee. Ja. Maar ja. Ja. Maar goed, mooi. Stel je vindt elkaar wel leuk. Ja. En toch word je, niet leuk. Stel, je valt allebei op de vrouw. Ja. Op de vrouw. Vrouwen. Op vrouwen. Ja. De vrouw. Maar dan kan je nog steeds afgewezen worden. Omdat het niet de smaak is van... Dat kan, maar ik zeg altijd, beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven. Mm-hmm. Als je geen risico's wil lopen, dan lukt het niet. Dan kan het wel lukken, maar dan is de kans dat je met een leuke vrouw naar huis gaat gewoon veel kleiner. Je moet risico's durven nemen. En pas toen ik dat durfde te doen, toen ging ik pas echt leuke dates hebben. Hè. Ik heb ooit een keer, ik woonde toevallig, ik had een huisgenoot, een mannelijke huisgenoot. Hij was heel goed in vrouwen versieren. Dus op een gegeven moment vroeg ik hem om advies. Dat deed ik wel vaker, dan kwam ik weer thuis na een avond. Dan zei ik, hoe kan ik nou vrouwen versieren zonder een blauwtje te lopen? Want dat wil ik natuurlijk niet. Ik wil niet afgewezen worden. Zei hij, nou Eline, je moet een andere mindset hebben. Jouw mindset moet zijn, hoe kan ik juist een blauwtje lopen? Want dan pas durf je, dan ga je pas risico's nemen. Dacht, nou wat onzin, dacht ik nog. Ik dacht eerst dat ik wat denk onzin. Ik ook eigenlijk. Maar toen dacht ik ineens van, Het was het goede voornemenstijd, hè. December, 31 december, dacht ik, ja, goed voornemen. Voor 2017 was het toen, mijn voornemen werd... Ik ga gewoon zoveel mogelijk blauwtjes lopen in 2017. En dat was mijn beste jaar ooit. Dus eigenlijk moeten we blauwtjes willen lopen op roze maandag. Ja, ik denk dat heel veel vrouwen, die praten een keer met een vrouw. En dan denken ze, oh leuk, leuk, leuk. En dan gaat die vrouw bijvoorbeeld naar de wc. Dan denken ze, oh ja, nee, dat, ze heeft vast geen interesse. Heel veel vrouwen die denken al heel snel dat ze afgewezen zijn. Oh. Terwijl er helemaal geen duidelijkheid is. Dus ik heb zoiets van,
je moet eigenlijk een beetje doorpakken totdat je duidelijkheid hebt. Als iemand nee zegt, is nee, hè, dan is het ook gewoon klaar. Dat is klaar. Okay. Je moet niet gaan pushen of zo. Ja. Maar als je het niet weet, omdat iemand naar de wc gaat, of misschien raak je het gewoon even kwijt in de menigte, kan gebeuren. Maar ja, probeer het dan gewoon nog een keer. Als je het wil, dan moet je gewoon duidelijk zijn. Je moet een beetje je best doen. Ja. Dus als we drie dingen mee moeten nemen naar vanavond, dan is het neem initiatief, durf blauwtjes te lopen. En ga er niet van uit als ze naar de wc gaat dat ze iets anders gaat doen dan echt serieus plassen. Nou ja, misschien komt ze onderweg wel vriendinnen tegen die ze lang niet heeft gezien. En komt ze daarom niet terug. Het kan van alles gebeuren op weg naar de wc. Oké. Nou, dat kunnen we allemaal misschien wel meenemen vanavond. Ja, ik denk dat dat voor iedereen geldt eigenlijk wel. Heb je ideeën voor een vervolgboek? Ergens dacht ik, misschien is het wel leuk om een keer BN'ers te interviewen, lesbische BN'ers, om te kijken hoe zij nou hun vrouw / vriendin hebben geversierd en of ze daar dan tips voor hebben. Een soort van inspiratieboek wordt het dan. Nee. Maar dat is nog wel een beetje een vaag idee. Maar je kan er helaas niet meer interviewen, maar ik heb ooit het levensverhaal van Pia Beck mogen opschrijven. En toen ben ik 2 weken lang met Pia Beck op stap geweest. Even voor de jongeren onder ons, het was een enorme goede Nederlandse jazzzangeres. Pianiste. Ja, bedankt, want ik wist het ook niet. Nee. Maar dat was echt een sublieme, ook een televisiepersoonlijkheid in die tijd. 2 weken lang met haar op pad geweest. Ik heb nog nooit een man meegemaakt die in 2 weken zoveel vrouwen versierde als Pia Beck. Kijk. Kan ik haar niet interviewen? Of is ze... Helaas, ze leeft niet meer. Ja. Dat ken je. Ik feliciteer ook vaak mensen die overleden zijn. Hey, Eline, super. Fijn. En als mensen nou jouw boek zouden willen hebben. We mogen geen reclame maken, maar we mogen wel zeggen waar het te vinden is. Dat mogen we wel zeggen. In de lokale boekhandel. Al hier in Tilburg. Via Notte is het te vinden. Maar online? En, online ook te bestellen? Ook. Vrouwenversierenvoorvrouwen.nl. Dat is mijn eigen website. Daar staat een linkje op. Nou, super. En anders googelen naar Eline Zegers. Ja, Instagram, Facebook, allemaal vrouwenversieren voor vrouwen. En dan kom je er wel. Hey, fijn dat je er was. Waar ga je nu naar de kermis? Ja, we gaan weer door. Waar ga jij absoluut zeker niet in? Ook al krijg je er 1000 euro bij. Echt iets wat alleen maar rondjes draait, zonder variatie. Dat gaat, of iets wat heel claustrofobisch is. En een spookhuis? Ja, als er maar niet zo'n live acteur met een kettingzaag in zit, dan overweeg ik het nog. Oké, nou we hebben namelijk een leuk spookverhaal. Even wachten nog. En wat vind je het allerleukste? Ja, toch wel die soundmachine waar ik net in was. Dat is dus die arm en dat gaat gewoon heel hard. Oké, dan doe nog maar een rondje. Iets met veel adrenaline. Oké. Veel plezier. Fijn dat je er was. Dankjewel. Fijn jullie bedankt.